Marciano Mengerink, inmiddels een half seizoen bij Katwijk. Bevalt het tot nu toe? Ja, zeker. Het bevalt goed. Als alles goed gaat en je staat bovenaan en dan is gaat het al snel leuk. Wordt al snel leuk. En met de club eromheen en vereniging eromheen. Veel mensen die goed betrokken zijn bij de club. En, daar ben ik wel een type voor, dus ik heb het zeker naar mijn zin. Ja, sportief gaat natuurlijk uitermate uitstekend. Toch hoorde ik vorige week wat kritische geluid na de wedstrijd tegen Smitshoek, die we met 3-1 wonnen. Ja, ik denk dat je eerste helft eigenlijk best prima speelt. En ja, tweede helft zakt het zo ver terug dat het niet om aan te zien was. En dat gevoel was ook in het veld zo. En ik snap het wel. Aan de ene kant is het natuurlijk tegen, kan je zeggen van ja, we staan 14 punten voor, dus waar heb je het over? Dan kun je ook een wedstrijdje van minder spelen. Alleen zij deden het best wel goed en wij waren gewoon niet goed, zeker voorin niet. En, maar dan moet ik toch bij zeggen, als ik gewoon scherp ben, dan win je toch met. Ik moet er gewoon 3 scoren. En dan win je gewoon met 6-1. En zij komen 1 keer voor de goal uiteindelijk en dat is ook maar net gelukt. Dus ja, had ook alles kunnen lopen, maar ja, gewoon gewonnen. Dus verder naar de volgende wedstrijd. Wat hebben jullie meegenomen van die wedstrijd? Wat moet er beter deze week? Ja, je mag als team mag je niet zo ver zakken als wij tweede helft deden. En de eerste helft was ook niet flitsend, maar we lieten de bal goed rondgaan, denk ik. En dat moeten we gewoon blijven doen. En tweede helft is dan dat je verzaakt. Alleen ja, ook niet dat zij echt veel voor de goal komen of wat dan ook. Het was al kantje boord. Goed dat Donnie nog even goed inviel. En dat mag niet gebeuren zaterdag, tweede helft. Even terug naar vorige week. Toen kwam ook naar buiten dat een maatje van jou, Marciano Aalders, de club komt versterken volgend seizoen. Het wordt zo'n beetje een oude Barneveldse enclave hier. Ja, 4 nu hè. Ja. Nou ja, ik moet zeggen, het is een goede jongen die ook wel goed bij de club zal passen. Goede voetballer. Die denk ik het niveau echt aan kan en een goede speler kan worden hier. En ik ben blij dat hij komt. En ik denk jullie ook wel over een jaartje. Dan aan zaterdag, want dat is voor nu even het belangrijkste. Xerxes uit. De heenwedstrijd hier op de Krom wonnen we met 3-0, waar jij 2 keer scoorde. Wat herinner je nog van die wedstrijd? Wat was het voor tegenstander? Ja, wederom volgens mij een lastige tegenstander. Volgens mij scoren we tweede helft 3 keer, of zeker in ieder geval 2 keer. 1 vlak voor rust, Michiel van Dam, en jij direct na rust 2 keer. Ja. En toen was het eigenlijk snel kraam, maar was een goede ploeg. En ik denk dat zaterdag gewoon lastig gaat worden. Ik heb begrepen dat we voorin aardig wat snelheid hebben. En we moeten gewoon scherp zijn en gewoon zorgen dat we zo lang mogelijk de nul houden. En dan, wij bezitten gewoon, wij scoren altijd in principe. En ik heb er gewoon goed gevoel over. En dat gaat goed komen als we 90 minuten scherp zijn.